Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Als beleggers blijven wij al bij al padvinders. Wijst ons kompas naar het oosten, dan houden we de olieprijs angstvallig in de gaten. In het westen is het dan weer schuilen voor stijgende rente. In elk geval, de juiste coördinaten krijg je immer hier bij de Beursvoyeurs. Het reilen en zeilen van de week overlopen doe ik met heel veel plezier deze week met Ellen Vermorgen van De Tijd en Frank de Mol van De Belegger. Welkom Ellen en Frank. Dag Thomas. Dag Thomas en Frank. Dag allebei. Het najaar is ingezet, dat voel je als je je teen buiten steekt. Voelen we dat ook al een beetje op de markten, Frank? De start van het resultatenseizoen, hè? Dus dat is weer spannend. Heel drukke weken die eraan komen. Ja, dat klopt. Ja. En het gaat zich op gang trekken met JP Morgan en Wells Fargo vrijdag. En dan volgende week hebben we al ASML in Europa, hè? Officieuze aftrap van het Europese cijferseizoen. En het ziet er toch niet keigoed uit. Hè? De bedrijfswinsten zouden opnieuw gaan dalen. Hè? Toch, ook weer dat recessiegevoel dat in die cijfers zit. Nou, zeker in de eurozone, hè, waar het economisch toch veel minder goed gaat dan in de Verenigde Staten, hè, waar dat nog verrassend goed arbeidsmarktrapport was. Ja. Maar het is inderdaad een belangrijk ook, omdat men nu stiltjes aan een beetje kan gaan uitkijken naar 2025. Hè. Ja. Waar scherp jij nu al je pen voor, Ellen? Wel, ik ben bezig met twee ronde getalletjes eigenlijk die in mijn kop zitten. Dat is de olieprijs. De Brentprijs is boven de $80 gegaan. En ineens hebben we een heel sterk klimmende olieprijs met alle gevolgen van dien voor de markt. En je ziet dat dat heel erg aan het wegen is op het beurssentiment. Dat we toch wat de klad in de beurzen hebben momenteel. Ander rondcijfertje is 4%. De Amerikaanse tienjaarsrente die is gestegen naar het hoogste peil sinds juli. Op een moment dat net de beleidsrentes drastisch worden verlaagd. Ook dat is een beetje dat is wat technisch, maar is ook weer een recessiesignaal, want de rentecurve is weer omgedraaid, technisch, maar dat indiceert vaak dat er een recessie op ons afkomt. Dus ik moet helaas weer mijn inwendige beer hier toch weer bovenhalen. Ik zie het allemaal toch niet zo positief in op de markt momenteel. Ik denk dat er heel veel tegenwerkende krachten zijn die de kans op een correctie reëel maken, ja. Allee, de toon is vrolijk gezet. Dank je wel, Ellen. Ja, sorry, dankjewel. Frank. Ik wou dat je opbeurender nieuws. Fantastisch allemaal. Goed. Naar goede gewoonte hebben we gelukkig ook een interessante gast in onze studio. En dit keer een doorgewinterde belegger. Elk uur van de dag draait bij hem om beleggen. Welkom Bram van Hevel, financieel analist bij Leleu. Dag Bram. Hallo Thomas. Hoe gaat het met jou? Goed, het is de eerste keer, dus het is altijd een beetje spannend. Ik ben heel blij dat je er bent. Je werkt als analist bij Leleu Associates Brokers. Wat doe je daar precies? Wat is jouw functie? Dus mijn job bestaat vooral uit fundamentele analyse. Dus met andere woorden, de jaarrekening van bedrijven doorlichten en proberen een rapport te schrijven waarin dat staat wat dat een bedrijf doet, waar dan ze mee bezig zijn, wat dat hun vooruitzichten zijn en zo verder. Ik hou mij bezig met individuele bedrijven, niet zozeer met macro-economie. Ja. En hoe ziet een dag er meestal uit voor jou? Eigenlijk bestaat mijn hele dag uit lezen. Dus lezen, kranten lezen, analyseren. Leren, ja. En hoe ben je in de financiële wereld terechtgekomen? Ik ben er eigenlijk wat toevallig in gerold. Ja, na mijn studies, ik heb EU-studies gedaan. Dus ik had eigenlijk eerst het idee om voor de Europese Commissie te gaan werken. Of voor de Europese Raad of zoiets. Maar, ook niet verkeerd eigenlijk, hè? Wel, na een paar weken was al duidelijk dat dat er niet in zat. Is waar? Ja, dat was onmogelijk. Altijd als gesolliciteerde kreeg je al zo'n bericht van je bent sollicitant nummer 1348. Oh. Dus na een paar weken heb ik dat opgegeven. En ik dacht, wat vind ik nog interessant? En ik had eigenlijk de afstudeerrichting, er waren een aantal thema's dat je kon kiezen. En ik had eurocrisis gekozen en ik had mijn thesis geschreven over het uitwisselen van bankgegevens in de Europese Unie. Dus ik was er wel altijd mee bezig. Mm-hmm. En ik dacht van dat is eigenlijk wel eindeloos interessant. Want op de financiële markten, er beweegt altijd van alles. Er is altijd meer en meer en meer en meer dat je kunt bijleren en bijstuderen. Dus ik ben dat beginnen doen. En eigenlijk doe ik dat al 3-4 jaar.
Oké, hoe oud ben je, Bram, als we indiscreet mogen zijn? Ik ben 32. 32, ah, ja, jong, dat is, jonge snaak. Hè? Ja, diep jong, ja. Mooi palmares. Ja. Ja, dank u. Jammer misschien dat je niet voor die Europese carrière bent gegaan, want daar is nog heel wat werk te doen, vind ik, voor het creëren van een Europese eengemaakte kapitaalmarkt. Hè? Wat zitten wij in Europa met al onze kleine beurzenkens te sukkelen die geen antwoord kunnen vormen op de almacht van Wall Street? Misschien had jij daar binnen de Europese tentakels voor kunnen ijveren. Ja, okay. Maar bon, je doet nu ook heel waardevol werk bij Leleu. We lezen je analyses heel graag. Dank u. Nu, je volgt ook bepaalde bedrijven natuurlijk op de voet. Wat zijn voor jou de selectiecriteria? Wanneer weet je dat je een parel hebt? Dus bij Leleu, op de dienst waar ik werk, dat is dus de dienst die bepaalde aanbevelingen doet aan beleggers. Dus dat is niet het traditionele portefeuillebeheer. Dus met andere woorden, we doen een aanbeveling. De klant is altijd vrij om te kiezen van oké, dit past niet bij mij, dit past niet bij mijn risicoprofiel of dit interesseert mij die, ik ga mee met jullie of ik ga niet mee met jullie. Dus wij doen aanbevelingen, maar wij blijven altijd binnen een universum van large caps. Dus het gaat voor ons vooral over bedrijven die zichzelf al bewezen hebben, dus die een businessmodel hebben waarvan we weten dat ze werkt, dat het werkt. Dus die elk jaar winsten maken. Het gaat over bedrijven die een soort van ingebouwde diversificatie hebben, dus die niet afhankelijk zijn van één enkel product, maar die vrij gediversifieerd zijn qua markt en qua producten. Dus met andere woorden, bijvoorbeeld in België hebben we heel wat biotechbedrijven die vaak afhankelijk zijn van één enkel specifiek product. Die komen er dus bij ons bijvoorbeeld niet in. Dus dat is dan specifiek de dienst waarvoor ik werk, die de aanbevelingen doet. Dus daar zit zowel mijn fundamentele analyse van de bedrijven achter, als een kwantitatieve analyse, als een macro-economische analyse die gedaan wordt door mijn collega. En we proberen de timing te optimaliseren met technische analyse. Maar los daarvan, aangezien dat we ook veel klanten hebben die nogal Belgisch gezind zijn en die een interesse hebben in bedrijven die wij dus niet kunnen volgen. Dus ik heb daarnet die biotech-aandelen genoemd. Los daarvan schrijf ik dus ook regelmatig gratis fundamentele analyses die dan op onze website gepubliceerd worden en die toegankelijk zijn voor het brede publiek. En daar gaat het eigenlijk over gelijk welk bedrijf. Ja. Daar is het criteria eigenlijk vooral voor mij van kijk, is dit iets wat dat het grote publiek of dat ons cliënteel zou kunnen interesseren? Ja. En als het antwoord ja is, dan ga ik door de jaarrekening gaan en een jaarverslag lezen en proberen kort en bondig uit te leggen hoe dat het eraan toe gaat bij dat bedrijf. Okay. Ja, dat moet van jou, Bram, misschien een van de meest veelzijdige analisten van het land maken, want ik denk de meeste analisten bij grotere beurshuizen dan werken op heel specifieke sectoren met een kransje bedrijven die ze volgen. Jij volgt het hele brede landschap. Maakt het ook wel moeilijk misschien om contact te hebben met management of zo? Ik weet niet, bemoeilijkt dat jouw taak niet, dat je zo in de breedte werkt? Well, dat klopt. Allee, meestal in onze sector wordt de analistengemeenschap, zal ik zeggen, wordt opgedeeld in buy-side en sell-side. De sell-side analisten zijn analisten die meestal één sector toegewezen krijgen en die dan alles weten over een 3, 4, 5, misschien enkele tientallen bedrijven maximum. Die weten daar alles van. Ze hebben contact met het management enzovoort. Zij gaan ook zeer uitgebreide modellen maken in Excel van hoe dat cijfers bewegen. Dat is niet wat dat buy-side analisten doen, dat is niet wat dat ik doe. Wij gaan veel meer een helikopter zicht hebben op de markten. Dus ik kijk naar alle sectoren. Dus de specifieke kennis over een individueel bedrijf zal misschien niet op hetzelfde niveau zijn als van een sell-side analist, maar je hebt natuurlijk wel je ziet verbanden tussen verschillende sectoren. En natuurlijk als het gaat over effectief beleggingsbeslissingen nemen, dan is het natuurlijk beter dat je iets weet over verschillende sectoren, zodat je niet alles belegd in één sector bijvoorbeeld. Dus in die zin is het als buy-side analist vrij interessant, want je weet over heel veel sectoren, heel veel bedrijven, weet je wel ongeveer. Je zou voor de tijd kunnen werken eigenlijk. Hè? Dat zou kunnen. Ja, wij zoeken voortdurend vlok. Hè. Ik weet niet wat dat jullie betalen. dat valt tegen, jongen. Maar goed. Heb jij een bepaald beleggersvoorbeeld? Iemand waar je naar opkijkt, waar je de mosterd haalt? Ik heb altijd, aangezien dat ik de fundamentele analyses doe, heb ik altijd wel een zwak gehad voor shortsellers. Okay. Ik vind gewoon het idee dat je
dat iemand heel goed zijn huiswerk zou doen en dan daardoor iets ziet wat dat de rest allemaal niet gezien heeft. Ja. Een fout in het businessmodel of een fraude of whatever. Dat heb ik altijd zeer intrigerend gevonden. Ja, heb je zo'n favoriet, shorter? Zijn naam ontsnapt mij nu eventjes. Het is iemand van een Amerikaan met Griekse roots. Markopoulos, denk ik dat hij heet. En dat is de man die Bernie Madoff ontdekt heeft. Ah ja, okay. Dus hij zag eigenlijk van die rendementen van dat fonds, dat kan bijna niet, dat is onmogelijk. En hij heeft dat beginnen onderzoeken. En hij had op een duur door dat het een Ponzi-scheme was, een piramidespel. Ja. En hij heeft dat gecommuniceerd aan de toezichthouder verschillende keren. Die hebben daar niets mee gedaan. En dan uiteindelijk is dat in elkaar gestort. Dus ergens is dat wel fascinerend. Een ander voorbeeld zou Michael Burry zijn. Mm-hmm. Die kent iedereen, denk ik. Dat is de man die... Van de Big Short, hè? Ja. De man die... Ja. Ja, die de ineenstorting van de Amerikaanse huizenmarkt voorspeld heeft. Inderdaad, dus er was zo... Ja, aan het begin van deze rotte millenniumwissel was er een gigantische handel in die collateralized debt obligations, dus die herverpakte rommelhypotheken. En daar werd in gehandeld door iedereen. En iedereen deed dat maar. Maar er was niemand die echt zijn huiswerk deed en ging gaan kijken van wat zit er nu eigenlijk in die financiële producten. En Michael Burry is iemand die dat wel gedaan heeft. En die heeft dan eigenlijk iets gezien wat dat al die duizenden analisten niet gezien hadden. Mm-hmm. Allee, dat is wel intrigerend dat überhaupt kan, zoiets. Ja, ze hebben dan soms een kwalijke reputatie, shorters, omdat je bet tegen iets, als het ware. Maar het zijn wel degenen die, wat jij zegt, Bram, hun huiswerk zo terdege maken. Ja, dat is enorm fascinerend. Er kruipt enorm veel werk in. Ik denk eigenlijk dat dat zeer onterecht is, dat die zo'n slechte naam hebben. Want eigenlijk, als je nadenkt over de financiële markten als een ecosysteem, dan zou je eigenlijk wel zien dat een shortseller een belangrijke functie heeft. Hè. Zij zijn degene die een bepaalde prikkel hebben, een bepaalde incentive, om op zoek te gaan naar fraudes en die dus iets blootleggen wat dat andere mensen niet zien. En op die manier creëer je ook een soort barrière tegen zeepbelvormen. Ja. Ja. Dus ik zie vooral de positieve kanten. Ja, natuurlijk, het kan natuurlijk dat er wantoestanden zijn. Stel je voor dat een shortseller een shortpositie neemt en dat hij daarna allemaal valse geruchten gaat verspreiden over een bedrijf. Ja, dat is kwalijk, maar ik ben nogal optimistisch qua mensbeeld en ik denk niet dat hetgeen is wat de meeste shortsellers doen. Want Muddy Waters is ook een bekende naam, hè? Zo in het kader van Casino. Ja. Urf, hè? Ja. Scientific. Ja. Ah, ja, klopt. Die ook tussengekomen is. Dus. Ja, of die Fraser Perring, hè, die Sofina aan zijn broek heeft gehad. Daarvan kun je dan argumenteren dat het niet altijd heel erg op fundamenten gestoeld is. Hè. Die man heeft daar een jacuzze van je welste gedaan aan het adres van Sofina. Met alle gevolgen van dien voor de beurskoers. En achteraf kan je je wel de vraag stellen, was dat wel helemaal gefundeerd? Ja. Hè. Dus daar moet je inderdaad mee opletten dat er ook wel wat cowboys tussen kunnen zitten. Ik denk dat op dat moment Bius, want daar ging het vooral over die Indische leerapp, dat toen iets van 7% van Sofina zijn natuurlijke waarde was. Dus dat was twee keer niks. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen van kijk, dus de beurskoers van Sofina is daarna ingestort. Was dat volledig ten gevolge van dat shortseller-rapport? Nee, want ook... Maar het was de lont aan het kruidvat op dat moment, denk ik. Misschien wel, ja. Nog maar begonnen en al razend interessant. Yay, shorten voor heel fijn, heel fijn dat je bent. Laten we er eens grondig aan beginnen en eens kijken naar de voorbije week. De beursblik. Ik kijk naar Ellen en Frank. Waar willen jullie het graag over hebben? Wie wil beginnen? Het is nieuws van gisteren, hè, dat toch de aandacht een beetje getrokken heeft. Pfizer, bij dat Starboard Value. Een pakket gekocht heeft van 1 miljard dollar. Op zich zou je zeggen, dat is een heel groot bedrag. Als je dat bekijkt ten opzichte van de beurswaarde van Pfizer, denk dat er rond de 165 miljard of zoiets zit, is dat natuurlijk maar een klein belang, maar dat wel duidelijk al meteen effect op de beurskoers. En wat is Starboard Value? Is eigenlijk een activistische aandeelhouder, zoals men dat noemt, die door een belang te nemen een koerswijziging wil teweegbrengen bij het bedrijf waar het instapt. Die wil door aandeelhouder te worden mee bepalen. Mee beslissen, mee bepaalde de top, het management in een bepaalde richting duwen. Dat kan zijn dat men het management wil vervangen, dat men wil aansturen op een desinvestering, dat men wil aansturen op de inkoop van eigen aandelen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. In dit geval is het nog niet echt duidelijk wat de beweegredenen zijn.
En ik denk ook met een pakketje van 1 miljard dat dat misschien te klein is om echt al heel veel invloed te hebben. Dus het zou wel eens kunnen dat misschien de komende weken dat pakketje nog gaat verhoogd worden. En dat de plannen ook duidelijk worden. Door die activistische aandeelhouder en dat hij toch een beetje zal duidelijk maken waarom dat hij het doet. Wat heeft hij met het aandeel gedaan in tussentijd? Gisteren is het iets meer dan 2% gestegen. Op welk soort bedrijven doet men dat? Meestal bedrijven of aandelen die slecht gepresteerd hebben de voorbije tijd. En als je nu gaat kijken bijvoorbeeld bij een Pfizer, wel dat is door, is gekend natuurlijk omwille van de COVID-behandelingen, is dat tot 2021 heel sterk gestegen. Hij heeft heel veel COVID-vaccins verkocht. En nadien is de koers weer gehalveerd. En dat is natuurlijk het punt dat toch wel voor problemen zorgt en voor ongenoegen bij heel veel aandeelhouders. Die zwakke koersprestatie. Na COVID heeft men eigenlijk te weinig blijkbaar bij het bedrijf om de beleggers te kunnen aantrekken. Dus een knoert van een pandemie zou hem goed uitkomen. Dus is het nu afwachten een beetje hoe dat dossier verder gaat verlopen. En we zien dat nu in de pharma gebeuren, maar in welke sectoren komt dat nog vaak voor? Welke sectoren zie je nog invloed van zo'n activistische aandeelhouder? Ja, we hebben dat in tal van sectoren al gezien. Er zijn een aantal heel notoire activisten. Ik denk aan een Bill Ackman, een Carl Icahn, Nelson Peltz, de luis in de pels. Ik doe altijd aan Nelson Muntz van de Simpsons denken. Dat was zo de bully van Springfield. Nee, die Nelson Peltz is zo wat de bully. Nee, het is eigenlijk een heel constructieve activist. Die gaat dan heel hard met het management aan tafel zitten en kijken hoe kunnen we hier de boel redigeren en bijsturen. Dus het gebeurt regelmatig. En wat mij opvalt tegenwoordig is dat het ook vaak gebeurt met echt uitgesproken maatschappelijke doelen. Ah. Dat je gaat zien, bijvoorbeeld in Nederland is er een heel aandeelhouderscollectief dat Follow This heet, met een uitgesproken milieustempel. En zij hebben een belang, dat is dan vaak heel klein of niet supergroot, in Shell genomen, maar hebben dan wel andere aandeelhouders kunnen bespelen om zich achter hun te scharen, om Shell te dwingen om hun activiteiten meer af te stemmen op de klimaatdoelstellingen van Parijs. En dat is gelukt. Shell heeft dat gedaan. Een aantal andere zaken. Er zijn activisten bij Starbucks geweest die zeggen, hey, mannen krijgen hier meer betaald dan vrouwen. Ja, maar dat gaat zomaar niet. En die daar dan op tafel voor gaan kloppen. Dus je merkt dat er ook heel veel stakeholder en shareholder activisme komt vanuit een soort maatschappelijke gedrevenheid of vanuit een soort ESG-overpeinzing dan. Zijn er Belgische voorbeelden ook? Ja, ik ken er een. Ja? In eind 2021, begin 2022 was er twee Italianen die een kantoor hadden in Londen, Bluebell Capital Partners. Die insolvent? Ja, inderdaad. Ah, daar zijn we, Bram. En zij hadden een beetje hetzelfde businessmodel, gelijk Starboard Value. Mm-hmm. Dus zij namen belangrijke stakes in bedrijven in de hoop dan een verandering teweeg te brengen. Maar daarna deden ze ook een bepaald pro bono werk. Dus ze deden aan één aandeel activisme. Dus ze kochten één aandeel. Ze kochten één aandeel in Solvay. Ze hebben dat dan gebruikt als legitimering om, het is eigenlijk een symbolisch bedrag, legitimering om te zeggen, we zijn aandeelhouder en nu mogen we kritische vragen stellen. En dan hebben ze dat gebruikt om een bepaalde toestand aan te kaarten, namelijk de sodafabriek in Toscane. Waarbij dan ze dan zeiden van, kijk, er gaat een gerucht eigenlijk rond in Toscane, die zeggen van, kijk, die stranden in Toscane, die zijn zo'n beetje zoals in de Caraïben, volledig wit geworden. En in de lokale bevolking was ervan overtuigd dat komt omdat ze hier kwik en arseen aan het dumpen zijn. En waarschijnlijk is dat de reden waarom dat er blijkbaar volgens bepaalde cijfers meer Alzheimer voorkwam in die regio van Toscane dan anders. Maar Solvay heeft dat altijd ontkend en heeft gezegd van dat is niet waar. Nee, die stranden die kleuren wit omdat wij daar kalksteen in de zee dumpen en dat verpoedert. En daardoor worden dus de stranden wit. Hey, kalksteen is niet schadelijk voor de menselijke voor de volksgezondheid. Mm-hmm. En dan Bluebell Capital Partners heeft dat aangekaart, maar dat is heel snel ontaard in bedrijfje pesten. Met andere woorden, op een gegeven moment hebben ze dan MSCI, Morgan Stanley Capital International, dat is een provider van data, of onder andere over ESG. Dus zij rangschikken bedrijven op basis van hun merites in verband met milieu, sociale aangelegenheden en deugdelijk bestuur. Dus Solvay kreeg daar een heel goede score. Zij zijn gaan contesteren.
ja. gaan protesteren bij MSCI. Van kijk, ze dumpen dingen in het water in Toscane. Hey, verlaag die score een keer. Die hebben dat gedaan. Kort daarna hebben ze contact opgenomen met de beurstoezichthouder om te zeggen van kijk, MSCI heeft zijn ESG-score aangepast, maar Solvay heeft dat nog niet aangepast op zijn website. Dus eigenlijk doen ze nu... Beetje fraude bijna. Ja. Voilà, ja. Maar, dat was onzin natuurlijk, want zij hadden zelf die ESG-scores doen verlagen. Dan hebben ze ook kort daarna gevraagd dat de CEO van Solvay zou vertrekken. Dus op zich zou je denken van kijk, dat pro bono werk, heel mooi. Hey, ze doen hier, het is alsof dat aandeelhouderskapitalisme en milieuactivisme hier hand in hand gaan. Maar ik denk dat we ons daar toch serieuze vragen bij mogen stellen. Want... Ja, in dat geval van die Bluebell Capital en Solvay, ja, kan je daar ook afvragen of er geen ulterior motives waren. Want blijkbaar hadden die mannen heel veel gronden in de buurt van Rossignano, waar die fabriek gelegen is. Ah, ja, en die dachten, ja, maar mijn schone... Fattoria wordt hier bezoedeld door die fabriek. Dus je kunt u altijd wel afvragen of er daar geen andere motieven spelen. En of het inderdaad niet naar bedrijven pesten, zoals jij het dan noemt. Ook aangezien dat... het is helemaal anders als bij Starboard Value. Want Starboard Value koopt 0,5% van Pfizer. Hey, dat klinkt als weinig, maar het gaat over een miljard dollar. Dat is heel veel. Bij dat één aandeel activisme, ze hebben daar niks bij te winnen en niks bij te verliezen. Ze hebben er eigenlijk alleen maar bij te winnen, want ze komen constant met hun gezicht in de krant. De naam Bluebell Capital Partners komt overal een keer terecht. En dan, nadat heel die saga voorbij was, hebben ze samen met Solvay, dus Bluebell Capital Partners, samen met Solvay een persbericht uitgestuurd om te zeggen van kijk, Solvay heeft gezegd van dan ze tegen 2050 of zoiets, 50% minder kalksteen gaan dumpen. Oké, ik dacht dat het ding was... Over kwik en arsene, wat heeft dat niet kalksteen te maken? Dus volgens mij was dat niet serieus bedoeld. Nee. Dus, dat is waar. Een ander dingetje dat mij dan stoort, Bram, af en toe, is ook de market moving powers van die mannen. Er belt dan ene naar het FT of naar de Wall Street Journal en die zegt, er komt een activist aan boord bij... Pfizer, nu gisteren. Koers beweegt, die mannen... Dat is eigenlijk een free lunch voor die mannen, want alleen al de naamsbekendheid zorgt voor copycat-gedrag. FT probeert dan te bellen met met Starboard of met een andere activist, krijgen die niet aan de lijn, maar ondertussen is de markt open, beurskoers gaat hoger, en die activist heeft eigenlijk al een gratis lunchken gehad door de copycats die hem gaan volgen. Op zich vind ik dat niet altijd super tof voor het eerlijke speelveld dat de beurs hoort te zijn. Maar dat is natuurlijk ook niet enkel bij die activisten. Hè. Dat is altijd zo. Bij Galapagos, biotech-investeerder, die dan een belang opbouwt van meer dan 10%, zie je ook die koersreactie. Maar dan vind ik het eerlijker, we hebben ook weer over Solvay dan. Absoluut, die David Einhorn, die heeft dan een pitch gedaan voor Solvay, dat is een van zijn favoriete Europese industrials, en hij heeft dan een pitch gedaan voor iedereen, en plein publiek, om uit te leggen waarom dat hij Solvay een van de meest ondergewaardeerde industrials vindt. Dat vind ik dan eerlijker dan dat je zo naar de Gazet belt. Hela, wij weten wie dat er hier aan wordt. zo ken het. Ik heb liever dat dan... Dat is een eerlijker manier als je het dan, zoals Einhorn het gedaan heeft, out in the open, op een heel drukke Hedgies-conferentie, de Sons-conferentie, als je het voor iedereen gewoon... pitcht, in een open pitch, vind ik eerlijker dan zo stiekemetjes hun... Maar het is niet zo dat als een activist instapt in de kapitaal, dat men dan moet zeggen als individuele belegger, kom, we gaan dat kopen, want die zullen het wel weten. Nee. Want het voorbeeld van Agfa Gevaert, waar dat Klaus Reurig via zijn active ownership al een hele tijd in zit, Agfa Gevaert is het laagste niveau. Xavier Niel in Proximus, die man is in Proximus gestapt. Proximus staat misschien al 30% onder het pijl waaraan Niel gekocht heeft. Hè. Misschien zal dus, dat een beetje voorzichtig zijn. Ja. Ter afronding, wat denk je dat de impact op Pfizer zal zijn? Ja, ik denk dat Pfizer wel een stroomstoot kon gebruiken op de beurs. Ik denk inderdaad, het is een grote werkgever in jouw achtertuin ook, Thomas, in Bornem, in Puurs. Dat is Pfizer Valley. Dus belangrijk voor de Belgische werkgelegenheid. En dat aandeel, in tegenstelling tot andere farmabedrijven, zat in het slop. Dus het is een keer goed dat er iemand gaat zeggen tegen die CEO, die een Albert Bourla, die daar de ene overname na de andere heeft gedaan, om te zeggen, oké, je hebt nu je geld aan het werk gezet, je hebt Amgen gekocht, je hebt... Seagen, van alles gekocht. Seagen. Bon, dat
dat er daar een gaat zeggen van laat ons nu een keer kijken hoe we waarde kunnen blootleggen of waarde kunnen creëren of aandeelhoudersrendementen kunnen boosten. Keigoed idee, ja. Ik denk dat dat de beurskoers van Pfizer wel het stroomstootje kan geven. Dat het ja, het is opmerkelijk dat Starboard de voormalige CEO en de voormalige CFO zou gepolst hebben om die terug aan boord te krijgen. Ah ja, dus om die in een boerla te defenestreren. Om die boerla waarschijnlijk op te zetten. Zien dus, keer, ja. Maar dat is wat we op dit moment lezen. Dus. Het wordt een vervolgverhaal, ik weet. Zeker. Het. Dus daar zal nog wel wat bewegen. Ja. Spannend, dat is nog maar het eerste bedrijf. Dankjewel, Vailleurs. We volgen het op de voet. Het is tijd om eens in jouw beurs te laten loeren, Bram, meer bepaald door Wanda. Show me the money. Bram, ben je vertrouwd met onze vragencomputer, de genaamde Wanda? Eigenlijk niet, maar... Ah ja, oké. Okay. Ja, dat is even uitleg dan wel. Dus Wanda is een vragencomputer en die zit propvol vragen. Ze heeft er 20. Je mag een cijfertje van 1 tot en met 20 noemen en dan tuimelt er vragen uit Wanda. En ja, ze zijn soms, kan eerlijk zijn, vrij postig. Sorry daarvoor. Het is Wanda. Goed, okay. Eens proberen? 20. 20. Wat is jouw favoriete holding? Goeie vraag. Het antwoord hoor je zo meteen na dit. Bram van Hevel is bij ons te gast vandaag. We waren net bij de eerste vraag van Wanda beland. En die vraag luidt... Wat is jouw favoriete holding? Ik heb Berkshire Hathaway altijd een interessant fenomeen gevonden. Eventjes kaderen, dus iedereen kent Berkshire Hathaway. Het is het investeringsvehikel van Warren Buffett. Warren Buffett was in de jaren 50 al begonnen met enkele investeringsfirma's op te richten. Die heeft die dan later gefusioneerd in één vehikel. En dat vehikel heeft dan een verlieslatend textielbedrijf opgekocht dat Berkshire Hathaway heette. En daaraan zijn dan steeds meer bedrijven toegevoegd. En zo is het werelds bekendste holding ontstaan. Wel, ik vind Berkshire Hathaway zeer interessant omwille van verschillende redenen. Ten eerste de rendementen. Die zijn, laten we zeggen, in de jaren 60, 70, 80, 90 fenomenaal geweest. Vanaf het jaar 2010 ongeveer zijn ze wat in lijn met de S&P 500. Maar dan moet je ook wel beseffen dat dat op zich ook al een grote prestatie is. Want Berkshire Hathaway heeft altijd een heel grote kaspositie en een heel grote positie in staatsobligaties. Nu, staatsobligaties brengen tegenwoordig terug wat op. Maar de periode 2012-2022 was dat gewoon geld dat ergens op een bankrekening lag te schimmelen, bij wijze van spreken. En toch slaagde Berkshire Hathaway erin om de markt bij te benen. Ja. Dus dat is één fenomeen dat fascinerend is. Ten tweede, het feit dat Berkshire Hathaway eigenlijk bijna geen blootstelling heeft aan technologiebedrijven. Er is natuurlijk die ene positie in Apple. Apple, hè? Ja. Eventjes kort, Berkshire Hathaway heeft de kern van die holding zijn eigenlijk een aantal verzekeringsmaatschappijen. Die verzekeringsmaatschappijen ontvangen premiehelden en betalen schadevergoedingen uit. En in de tussentijd wordt dat geld belegd, onder andere in Apple. Een heel groot deel in Apple, maar ook in Bank of America, American Express, Coca-Cola enzovoort. Maar los van die Apple zitten er eigenlijk heel weinig technologiebedrijven in. En desondanks is Berkshire Hathaway erin geslaagd om de markt bij te benen. Als we eventjes nadenken over de grootste bedrijven op de Amerikaanse markten, ja, de Facebooks, de Googles, de Apples, dat zijn allemaal bedrijven die rond de eeuwwisseling ontstaan zijn en die nu de grootste bedrijven van de wereld zijn. Warren Buffett heeft die allemaal links laten liggen en is er toch in geslaagd om een vrij goede prestatie neer te zetten. Dat betekent dus ook dat Berkshire Hathaway als holding vrij complementair is aan een S&P 500 tracker bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dat vind ik wel nog interessant. Maar het grootste nadeel, dat moet ik er toch ook wel bij zetten, dat is mijn job, hè, om bedrijven door te lichten. Dus het grootste nadeel voor mij van Berkshire Hathaway is het gebrek aan transparantie. Het is zo dat mensen weten over die investeringsmaatschappijen, over die verzekeringsmaatschappijen, dat weten de meeste mensen wel. De meeste mensen weten ook dat er een spoorwegbedrijf in zit. Ze weten meestal ook nog dat er een aantal gas- en elektriciteitsbedrijven in zitten. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat er een ganse waslijst aan niet-beursgenoteerde bedrijven in zitten. Hmm. Het gaat dan om relatief kleine dingen, zoals een bedrijf dat uniforms maakt voor de brandweer en de politie, een bedrijf dat bakstenen produceert, een bedrijf dat kinderkleren maakt, een bedrijf dat schoenen produceert. Mm-hmm. Juwelier, een lokale of een vrij kleine meubelwinkel enzovoort. Nu, wat zijn die dingen waard? Ik weet het niet en niemand weet het. Berkshire Hathaway, een van de grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld, wordt ook door heel weinig analisten gevolgd.
Dus ja, dat is een grote black box in Berkshire Hathaway. En nu kun je mij zeggen van ja, er zijn toch nog holdings die in private equity beleggen. En dat klopt. Maar als we bijvoorbeeld de vergelijking maken tussen een Berkshire Hathaway en bijvoorbeeld een GBL of een GIMF, dan zien we dat een GBL zeer transparant is. Als je zijn boekhouding opendoet, dan kun je zien lijn per lijn wat dat een waardering is voor elk niet-beursgenoteerd bedrijf. Bijvoorbeeld, ze zeggen van, kijk, wij investeren in Parques Reunidos. Dat is een pretparkenbedrijf. Dat bedrijf draait een omzet van zoveel, heeft een EBITDA van zoveel en wij waarderen het aan x aantal euro. Zeer transparant, je weet ongeveer wat dat je koopt. Bij GIMF hetzelfde. Allee, GIMF is een Vlaamse holding die in een 60-tal niet-beursgenoteerde bedrijven belegt. Ze gaan niet lijn per lijn uitleggen hoe dan ze gewaardeerd zijn, maar ze gaan wel zeggen van, kijk, 20% van onze portefeuille wordt gewaardeerd aan de waardering van de laatste kapitaalronde. Voor de andere 80% gebruiken we een marktmultiple. Dus gaan we bijvoorbeeld kijken naar sectorgenoten die op de beurs noteren. Gaan we kijken hoe dat die gewaardeerd worden. Hoeveel keer aan de winst bijvoorbeeld worden ze gewaardeerd. En we nemen diezelfde multiple over met een bepaalde korting erbij om conservatief te zijn. Dus dan weet je ongeveer wat dat erin zit. Nog een groot verschil tussen een GIMF en een Berkshire Hathaway is dat een GIMF een korte termijn belegger is. Gemiddeld na 6 jaar al verkopen zij hun participaties. En historisch gezien zijn zij erin geslaagd om over het algemeen hun portefeuillebedrijven te verkopen aan een bedrag dat hoger ligt dan de boekwaarde. Dus je weet dat die waarderingen die zij gebruiken, dat die niet uitzinnig zijn. Voilà, Berkshire Hathaway werkt helemaal anders. Zij halen bedrijven van de beurs, dat worden dan private bedrijven, en die blijven in die portefeuille zitten voor 10, 20, 30, 40 jaar lang. Mm-hmm. Wat zijn die vandaag waard? Allee, ik weet het niet en niemand weet het. Ja. Dus allee, ik ben voor alle duidelijkheid een Berkshire Hathaway fan, maar allee, moet u daar toch ook wel bewust van zijn? Een beetje meer transparantie zou niet verkeerd zijn. Natuurlijk, de aandeelhoudersrendementen zijn dermate bevredigend, laat ons zeggen, in het geval van Berkshire. Als je het met een GBL bijvoorbeeld vergelijkt, dat beleggers ook meer blind vertrouwen gunnen natuurlijk. Ik denk dat dat ook een grote rol speelt, maar het is zeker een pertinent punt. Ook iets wat Sophie Navaak wordt aangevreven, van dat je daar eigenlijk ook niet goed weet wat er in die grote hoeveelheid fondsen waarin zij indirect participeren of andere private beleggingen waarvan je als belegger eigenlijk niet zo super goed zicht hebt op wat ze zijn en wat de waardering ervan is. Daar heb je dan nog één belangrijk verschil, denk ik, tussen een Sofina en een Berkshire Hathaway, is dat een Sofina vooral in, of toch een groot deel in jonge bedrijven belegt. Ja. En dat is per definitie veel fraudegevoeliger Dus vandaar ook dat ik zou oproepen voor mensen die aandeelhouder zijn in Sofina, probeer een beetje een dikkere huid te hebben. Want zoals je daarnet gezegd hebt over die BU's, daar was dan een probleem mee. Er was dan heel veel tamtam en de beurs stort in elkaar. Maar eigenlijk moet je dat ook weten, dat dat gewoon deel is van het businessmodel. Ja. Nemen belangen in allerlei kleine bedrijven. En dat is vrij fraudegevoelig. Een aantal daarvan zullen op niks trekken uiteindelijk. Maar dat hoort erbij. Wil je nog een cijfer proberen? 2. Gebruik je indexfondsen of ETF's in je portefeuille? Zo ja, welk percentage van je portefeuille bestaat hieruit? Het is mijn bijvraag dan al vandaag, zeg. Amai. Wel, dus zoals we aan het begin van de podcast hebben gezegd, ben ik nog vrij jong, ben 32. Ik ben beginnen werken in 2016 en in het begin van mijn carrière, het enige dat ik deed was pensioensparen. En ik denk dat ik net zoals veel mensen van mijn generatie echt begonnen ben met beleggen tijdens de pandemie. Dus ergens in 2020. En toen bestond mijn portefeuille eigenlijk volledig uit trackers. Dat was dan een S&P 500 tracker en een Stoxx Europe 600, de klassiekers. En ik denk dat op dat moment ook de best mogelijke optie was voor mij. Ik bedoel, ik was toen nog maar 3-4 jaar aan het werk. Mijn vermogen was vrij klein. Als ik had geprobeerd stockpicking te doen, dan kon ik 1 aandeel Hermes International kopen of 1 aandeel Lotus Bakeries en het geld was op. Dus ja, vandaar heb ik dan gekozen voor ETF's. En ik heb er geen spijt van. Ja, en dat bouw je nog uit zo op gezette tijden, dat je bijkoopt? Wel, ik heb in 2022 mijn huis gekocht. Dus ik heb mijn portefeuille geliquideerd ergens in de zomer, denk ik in augustus van 2021. Er zat geen macro-economische analyse achter of zo. Het was gewoon pure noodzaak. Ik heb dat nodig. En ik had geluk, want 2022 was eigenlijk een zeer slecht beursjaar. Dus ik was er op tijd uit en zo heb ik toch nog in een huis kunnen investeren. En sindsdien ben ik een zolder aan het verbouwen en een keuken. Wat veel geld naartoe. Ja, veel geld naartoe. En binnenkort nog een tweede kindje, dus... Nog een cijfertje? 4.
Welk aandeel is de nagel aan jouw doodskist? Wel, het was eigenlijk geen aandeel, het was eerder een ETF. Hè. Zoals ik zei, ben ik begonnen ergens in 2020. Ik herinner mij nog die dag van 6 januari 2021, dacht ik dat, toen dat die Capitool bestormd werd in Amerika. Ik zag dat live gebeuren op het internet. En denk je dan zo meteen, shit, mijn aandelen? Nee, en ik dacht toen van... Het is het moment, ik ga goud kopen. Ik heb dan een goudtrekker gekocht. Ik denk als iedereen die naar de goudprijs kijkt, tussen 2021 en vandaag, fantastische rendementen. Maar ik ben er op een of andere manier toch in geslaagd om een verlies af te sluiten, omdat ik kocht dat goud op het moment dat die bestorming van het Capitool gebeurde. Na een paar dagen was al duidelijk dat het geen echte koe was, of dat de impact vrij beperkt bleef. En vanaf dan ging het achteruit met mijn gemoedstoestand. Dus ik begon al te denken, wat heb ik nu gedaan? Dat is zo grappig. Dat viel echt geopolitiek. Was dat een meevaller? Maar jij zat er echt te vloeken. Waarom heb je niet goud gekocht? Terwijl alles draait hier nog. De hele wereld in de prakken draait. Ik schaamde mij ook eigenlijk, omdat het zo'n impulsieve aankoop was. En eigenlijk past dat niet bij mij. Maar bon, ik had dat dus gekocht. En uiteindelijk bleek dat het niet was. En ik begon na te denken, hoe kan dat nu? Waarom heb je dat nu gekocht? Dus een stuk steen dan ze uit de grond gehaald hebben, dat kan toch niet evenveel opbrengen als een bedrijf. Een bedrijf is het resultaat van menselijke ingeniositeit. Ja. En dat levert cashflows op en zo. Ik dacht van, wat heb ik nu gedaan? Maar uiteindelijk had ik dat gewoon moeten bijhouden. En nu, Dus je hebt die goudtracker weer verkocht? Ik heb die denk ik... De week later. Maand later. Max. Oh jong, en dus ja, staat goud op record vandaag natuurlijk. Sindsdien is er... Ja, maar ik denk dat zo van die stomme tijden zijn die iedereen doet in het begin. Juist. Leergeld. Ja. Allee, nu zou mij dat niet meer overkomen. Allee, nu doe ik dat beroepsmatig en nu zie je elke dag dat de koers fluctueert en dat doet mij niets niet meer. Maar toen was het... mijn verwachting werd niet onmiddellijk ingelost. En, Schitterend, Bram. Dank je wel om je beursgeheimen met ons te delen. Het is tijd om ons goed hart te tonen en de luisteraar te helpen. De hulplijn. Beleggen, het is altijd een beetje als reizen. Soms beklim je al eens een hoge piek, soms beland je dan weer in koele dalen en sla je voet om over een boomwortel. In elk geval, wij doen ons uiterste best om door het bos de bomen te zien en zullen jou dan ook het best mogelijke advies trachten te geven op al jouw vragen, zoals die van luisteraar Tony. Dag Tony. Dag iedereen. Hey Tony. Beste Tony, alles goed met jou? Ja, zeker hoor, met jullie. Uitstekend. We hebben een fijne gast hier, Bram, vandaag. En hij zal meehelpen om jouw vraag te beantwoorden voor je die stelt. Ben je al even bezig met beleggen, Tony? Ja, ik ben toch wel al een paar jaar bezig met beleggen. Ik was eigenlijk eerst een actieve belegger, maar de laatste tijd ben ik meer aan het switchen naar het passieve beleggen. Oké. Een beetje de hangmat in. Klopt. Goed. Wat is jouw vraag, Tony? Dus aangezien ik recentelijk meer ben overgeschakeld op het passieve beleggen, dat is vooral gekomen door allerlei informatie die ik heb gelezen en heb gehoord. En het gaat heel vaak over dezelfde dingen. Heel vaak komen er brokerkosten aan bod, belastingen, spreidingen enzovoort. Maar er is iets dat volgens mij wel vaak wordt toegepast. Ik heb daar ook onlangs iets over gelezen, maar het is me niet helemaal duidelijk. En dat is securities lending. En vandaar mijn vraag, wat is eigenlijk securities lending en wegen de voordelen op tegen de risico's dat daarmee gepaard gaan? Ja, een zeer goede vraag, inderdaad, Tony. Ja, het is common practice, zowel bij aandelen als ETF's, dat effecten eigenlijk verhuurd kunnen worden. Dus jij hebt die in bezit, maar die kunnen door jouw broker of door de ETF-uitgever bijvoorbeeld uitgeleend worden aan een derde partij. Je krijgt daar dan een kleine vergoeding voor in ruil. Bij ETF's specifiek, dus jouw onderzoeksveld, laat ons zeggen, of jouw geliefde investeringsklasse, gebeurt dat vaak. Het is een beetje een tweesnijdend zwaard. Er kan een risico zijn, stel dat die tegenpartij failliet gaat en die kan jou die geleende effecten niet terugbezorgen, dan heb je een probleem. Hè. Dat is problematisch. Anderzijds, door de fee die ETF-uitgevers daarop ontvangen, bijvoorbeeld iShares doet het, hè, die krijgen dan een vergoeding daarvoor en daarmee verlagen die hun beheerskost. Je weet, ETF's, de grote aantrekkingskracht voor veel mensen zit in de lage kosten. Je belegt aan zeer lage kosten. Die lage kosten
komen van ergens. En dat is ook voor een stukje door die share lending of die ETF lending, dat zij die fees opstrijken en daarmee hun management fees kunnen compenseren en hun kosten kunnen verlagen. Dus het is wat dat betreft een tweesnijdend zwaard. Dus het risico is dat je tegenpartij failliet kan gaan. Hè? Frank, ik zie jou knikken. Ja, dat is juist. Maar het is natuurlijk niet zo dat alle effecten die in die tracker zitten, nee, die allemaal op hetzelfde moment gaat uitgeleend worden. Nee. Want dat is meestal beperkt. Dus ik denk dat de risico's daar toch eerder beperkt zijn. Zeker als je dat bekijkt in een tracker. Maar er zijn ook bijvoorbeeld uitgevers, zoals een Vanguard bijvoorbeeld, die leent zijn effecten niet uit. Voor Europese ETF's. Maar het kan inderdaad zorgen voor een kleine vergoeding die dan inderdaad in mindering komt van de beheerkosten. Dus in dat opzicht... Maar zijn er risico's aan verbonden? Het idee dat je eigenlijk iets koopt, maar het wordt geleend? Ik denk dat die heel, heel beperkt zijn, ook omdat, zoals ik net zei, het gaat niet op alle effecten. Dan kunnen er misschien 600 effecten in die tracker zitten. Ja, niet al die 600 effecten worden op hetzelfde moment uitgeleend. Ja. Misschien een bijkomend ding. Ja, die effecten worden ook wel natuurlijk uitgeleend aan shorters. Hè. Bram, we hebben het er eerder in de... Ja, dus die dan speculeren op een waardedaling van jouw aandeel. Sommige critici zeggen, dat kan dan prijsmanipulatie een beetje in de hand werken, dat share lending. Maar ik denk dat het op zulke inderdaad beperkte schaal, of mag enkel met een beperkt percentage gebeuren, dat die manipulatie in mijn ogen verre van aangetoond is. Misschien een ander nadeeltje is dat ook je rechten verhuizen naar de lener. Als je aandeel wordt uitgeleend, kan ook je stemrecht, je bijhorend stemrecht in de algemene vergadering, gaat dan eigenlijk naar de lener van jouw aandeel, om het complex te maken. Dus dan verlies je een stukje zeggingsrecht over het bestuur van het bedrijf of als je in de AV dan zou je dat verliezen a priori, of dat is toch mijn begrip ervan. Dus je kan dat ik denk het voordeel bij ETF's is allicht groter dan het nadeel, omdat mee daardoor de beheerskosten echt in het gareel worden. Voel je de behoefte om in de aandeelhoudersvergadering te gaan zitten, Tony? Nee, niet echt. Ik laat dat aan andere mensen over. Voilà. Dus en de wetenschap dat het aan shorters wordt. Maar het is niet zo dat die trekker dan ineens zoveel beter gaat doen dan een andere gelijkaardige trekker die dat niet doet. Hè. Dus ik denk dat het effect nog altijd eerder beperkt zijn. We hebben dat fenomeen van de seclending, dus waarbij dat een trekker de onderliggende aandelen koopt en ze dan uitleent. Maar er is ook een gerelateerd fenomeen en dat is dat van de synthetische ETF's. Dat is dus waar dat een trekker niet de onderliggende aandelen gaat kopen, maar gewoon een afspraak gaat maken met een tegenpartij en gaat zeggen van kijk, jij geeft mij het rendement van deze korf, maar ik ga ze niet kopen, maar ik doe gewoon een afspraak met een andere bank. En het voordeel daarvoor is voor de ETF-uitgever dat hij geen transactiekosten moet doen en dat hij dat gewoon het operationeel makkelijker is. Maar daar is denk ik het belangenconflict groter, omdat je de vraag kunt stellen, oké, wie is die tegenpartij? Ja. Want als ik me niet vergis, Amundi, dat is een ETF-uitgever, en Société Générale is het bedrijf achter Amundi, als ik me niet vergis. En als je kijkt in een ETF's, een synthetische ETF, dan zie je vaak, oké, dit is een synthetische ETF en onze tegenpartij is Société Générale. Dan denk ik van, dus met andere woorden, als er ooit een probleem is... Dan is het de Vestzak Broeks, dan zit je in dezelfde pot. Ik maak mij niet grote zorgen daarover, de risico's zijn vrij beperkt, maar ik kan mij wel inbeelden dat er een situatie voordoet waarbij dat er een probleem is bij Société Générale en dat ze dat bij Amundi gaan zeggen van, kijk... Ik wil nu dat je een onderpand geeft of zo. Dat niet gaat gebeuren, want dat zijn verbonden bedrijven. Dus. Maar, dat je natuurlijk wel hebt dat er de regels zijn dat je meerdere tegenpartijen moet hebben. Maar dat is inderdaad, daar is wat meer risico. Dus ik zou zeggen, als je kunt kiezen tussen een fysieke en een synthetische, en het is op dezelfde onderliggende index, en de kosten zijn een beetje vergelijkbaar. Ja, kies de fysieke, hè. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik weet wel, de regels zijn verstrengd hoor, Tony, wat dat betreft. Ja. Sinds de financiële crisis, we hebben het begin van de uitzending over CDO's gehad, onder andere Bram, toen jij terugdacht aan de Michael Burry-episode financiële crisis. Sindsdien zijn de regels op sharelending ook wel verstrengd, en gaat het om beperkte percentages die mogen worden uitgeleend, en moet er ook een hoog onderpand worden gegeven als door de tegenpartij. Dus wat dat betreft zouden er bepaalde mechanismen moeten werken om jou te beveiligen. Ja, absoluut. Ja, maak me geen zorgen.
Tony, was dat een bevredigend antwoord? En mag ik zo vrij zijn om te vragen wat je met de gekregen informatie gaat doen? Ja, zeker. Het is een heel goed antwoord, omdat ik nu vooral ook gerust ben in het feit van dat ETF's toch echt wel een veilige haven zijn. Omdat er minder werd over gesproken, dacht ik van, zit daar toch niet echt ergens een risico achter? Mm-hmm. Maar nee. Dankjewel, Tony. Ja, dankjewel. En als je nog vragen hebt, laat maar komen. Zeker hoor. We gaan eens kijken naar volgende week. De blik vooruit. Ellen, waar kijk jij nu al naar uit? Ja, ik kijk uit naar iets wat op het kleine scherm zal verschijnen. Morgen een nieuwe serie op HBO Max. Die gaat onderzoeken wie de illustere, onbekende uitvinder van Bitcoin is. Je weet, daar is al jaren speculatie over wie die Satoshi is, hè, de uitvinder van Bitcoin. Of wie dat protocol van het Bitcoin blockchain, van de Bitcoin blockchain heeft bedacht. Is dat een collectief van mensen? Is dat één persoon? En de speculatie over die serie tiert welig, want er wordt van alle geld opgezet op Polymarket, een soort weddingsplatform dat op Ethereum, op de blockchain Ethereum draait. Daar wordt een Belgische link gezien met Satoshi in de figuur van ene Len Sassaman. Ja? Dat is een Amerikaan die aan de KU Leuven zijn doctoraat heeft gemaakt rond cryptografie en die mee aan de wieg zou hebben gestaan van dat protocol waarop Bitcoin is gebouwd. En die man zou hij is er niet meer. Hij is gestorven aan zelfdoding, helaas, in 2011. Maar die wordt daar een beetje naar voren geschoven als mogelijke Satoshi. Dus als mogelijke Bitcoin-uitvinder. En weet je waar zijn begraafplaats is? Ja, in Heverlee. Ja? Eindelijk. In Heverlee begraven zijn. Ja, dus in op HBO. Maar er worden nog een aantal namen genoemd. Want dat is al jaren voorwerp van enorme, enorme speculatie. Moet wel gezegd worden dat Belgen heel goed zijn geweest in crypto. Er zijn nogal proffen, ook hier in Brussel, Jean-Jacques Quisquater bijvoorbeeld. Wat ik heb ook al gedacht, is dat nu Satoshi? Er zijn al heel veel namen zelfs in mijn kop gekomen. Dus het is, blijft een van de grote, grote mysteries in de cryptomarkt. En ik ga zeker naar die serie kijken, want is, ik weet niet hoe, sappig. En, ja, dat klinkt goed. Ja, pak ik even op uw HBO-account? vroeger konden dat op streams bekijken. Ga dat niet ook nog een keer erbij pakken. Ja, zeg, een consument. Mijn Disney Plus is vanzelf terug begonnen. Ja. Jongens, stop. Ja, we gaan dat samen, op een akkoordje gooien, Thomas. Frank, waar kijk jij naar uit? Ik kijk uit naar de start van het resultatenseizoen, dat is toch wel. Het eerste Belgische bedrijf komt donderdag met cijfers, dat is Fageron. En daar zal het vooral een beetje een uitkijken zijn naar in welke mate dat semaglutide, want dat is een onderdeel om een medicijn te maken voor obesitas, hè, want nu heb je daar Wegovy van Novo Nordisk, hè, voor een vermageringsmedicijn. Daar waren tekorten in. Fageron heeft daarvan geprofiteerd om dat medicijn, een vergelijkbaar medicijn, te maken. Dat heeft extra inkomsten gegenereerd. Dat zal in het derde kwartaal ongetwijfeld nog zo geweest zijn. Maar we kijken toch een beetje uit naar de visie van het management of dat ook de komende kwartalen nog het geval zal zijn. Mm-hmm. Omdat Zepbound en Mounjaro van Eli Lilly, dat daar de medicijntekorten al zijn opgeheven. Het is enkel nog voor Wegovy van Novo Nordisk. Dus dat is een beetje kijken hoe dat het daar verder verloopt. Oké. Okay. Bram, ik kan wel raden waar jij naar uitkijkt. Als je het niet al terug vergeten bent, natuurlijk. Ja, mijn tweede kindje wordt binnenkort geboren. Dus als ik nu zeg dat ik uitkijk naar de resultaten van Fagron, dan gaat mijn vrouw heel snel op mij. Die maken ook wel ingrediënten voor baby-medicatie. Daar is de link. Ja, ja. En wanneer wordt je kindje verwacht? Any minute now. Supercool. De uitrekeningsdatum is over een maand, mijn bon. Dus het kan volgende week zijn, het kan over twee weken zijn, over drie weken. We zien wel. Allee, spannend. Wens je een wolk van een baby. Ja. Ik straks kijken als ik geen telefoon gemist heb. Ja. Ah, best. Een nieuw belegging. Ja, maar ga ook gaan kijken. Ik krijg al stress in uw plaats. In elk geval, dankjewel Bram. Het was fijn om jou erbij te hebben. We zijn aan het eind gekomen. Dit was ik. Bedank onze beursvoyeurs van dienst Elvermorgen, Frank en nogmaals onze special guest Bram van Hevel. Ook grote dank aan luisteraar Tony voor zijn vraag. En volgende week zijn we opnieuw met een gast die nog niet al te veel wou prijsgeven. Behalve dit. Graag tot volgende week. Ik kom af. Ja, wat Girl Power samen met Ellen. Ik maak een
was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete, productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.